Hallo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video van Phasmophobia. Wat leuk dat jullie weer kijken. Laten we snel beginnen met de video. Klampie en een EMF reader en de deurtjes mogen open. Yeah. Oh, Tanglewood. Ja, en de zekering is in de kelder. Even kijken of het een musicbox is. Nee, we hebben wel een hiding spot hier. Oké, en we hebben... We hebben nu stroom. Welke deur heb je? Ah, hier is Family Circle. Ik ga wel even kijken welke deur we hebben. Een voedepop. Oh, dat is echt vervelend. Wat? We hebben een hiding spot in de lockers. Oké. Oeh, IMF5. Hij heeft dit deurtje aangeraakt. Welk deurtje? Deze hier van Garage. Ja, dat is waar. En IMF5? IMF5 kunnen we afkruisen. Helemaal. Detect a ghost presence with a motion sensor. Have a member of your team witness a ghost event and get the ghost walk through salt. Ik pak wel even een motion sensor. Ja, ik ga ook wel met zo'n leuk ding rondwandelen. Are you here? Are you close? Where are you? Are you here? Garrett is, je moet wel. Hij is in de garage. Mooi, hang daar snel een... pak zout en hang er een motion detector op. Hoe sneller we hier weg kunnen, hoe blijer we zijn. Ik heb een motion sensor opgehangen. Dat kan weer geen fingerprint zijn. Split of een raid. Ja, of voor twins natuurlijk. Maar... Bleep. Of... De motion sensor heeft hij gedaan. Oké, waar hangt die motion sensor ongeveer? Want dan gooi ik daar wat zout neer. Nou, dat is ook niet... De motion sensor hangt echt gewoon net... Als je er binnenkomt, echt rechts van je meteen. En als je binnenkomt, links trouwens. Hij is bij jou, want jij liep er niet doorheen, maar toch werd hij geactiveerd. Nou, als hij er nog een keer... Hij liep met zijn dikke lichaam erdoor. Nou, dan loopt hij zometeen vast wel door het zout heen. Ik pak ook nog wel een zout. Richard, vraag even heel lief of hij door het zout heen wil wandelen. Please walk through the zout, please, thank you. Ja, hij heeft het gedaan. Wat een lief beest. Kunnen we nog ergens even van die leuke playcards vinden? Nee, het is elke game maar één haunted item en dit potje zijn dan voor. Heeft hij een boek geschreven? Ouwe, deze nieuwe footstep sounds, deze maken die game echt creepy. Volgens nou, mij... Ik denk ook wel dat de bedoeling is van de devs. Ze willen het zo moeilijk mogelijk voor je maken. Ik weet niet of het een goede camera is. Oh, dat is... Dat is een rave. Godverdomme, weer een kut rave. Ja, maar... Ik ga een hiding spot zoeken. Wacht. Maar ik heb meestal orbs. Rave, waar staat Rave? Boven naar midden. We hebben een hiding spot in de foyer. Okay. Boys bedroom. Oké. We hebben de lockers. We hebben de kelder, even kijken. Daar hebben we ook een hiding spot. Oh, we leveren iemand doorheen. IMF5? Ik zie ergens IMF5, maar ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ik ga in de pop prikken. Dan komt er direct een hut. Dat is ook de bedoeling, toch? Ja, kan ook een interaction worden. Want ik zit in de kelder verstopt. Ik weet niet of iemand erbij komt zitten en eventueel een foto van de ghost wil maken. Ja, is het goed. Ik maak een ghost. Maar ik denk dan wel dat de kans groot is dat ik dood ben. Liever niet. In de kelder? Oh, hier, oké. Ik blijf wel vrolijk en blij in de bus zitten. Waarschijnlijk komt hij nog wel een keer zo met een langspunt, hè? Dan ben ik wel direct dood. Oh, dat is wel vertriest. Pak anders die foto, want het is geen opdracht. Hebben we het bot al? Nee, nog niet. Nee, die ga ik wel even zoeken. Dan is het denk ik nog wel even slim dat je die foto nog... Nee, die voeder nog niet gaat doen. Nee, ik blijf van die pop af. Beter. Ik heb hem. Weet iemand waar het bot ligt? Of is die al gevonden? Ik heb hem al. Ah, beter. Ik kijk altijd direct om die tafel. Want om die tafel... is altijd echt iets van 6 spots waar ze kunnen liggen.
We moeten een ghost event. Iemand moet eventjes een ghost event. Ik zie dat het bot er is, dus ik ga het prikken. Ja, ghost events kunnen we niet triggeren, dat is gewoon random. Ja, maar soms zult hij wel een ghost event doen op de voedelpop. Ik heb in zijn been geprikt. Aan het lekker. Ghost ik heb hij runt eigenlijk alleen maar als hij me recht in zijn hart prikt. Ik heb hem in zijn hand geprikt. Is een recht in zijn hart. Is een ghost event nou... Ik heb hem in zijn nier geprikt. Het is wel iemand. Maar... Nee, het is activity 10. Ja, hij hunt. Nee, hij hunt niet. Huh? De deur is open. Ik heb alleen het autoalarm even aangedaan. Oh, dat is datgene wat knippert in op de camera. Ja. Oh. Ik zal even kijken of die gaat hunten. Ja, ging opeens dots. Moet ik even wachten met prikken? Oh, jij mag wel gaan prikken hoor. Ik heb hem in zijn long geprikt. Ah, hun niet zo. Sowieso nog niet. Ik denk eerlijk gezegd dat je... Hersenpan? Hersenpan, ja. Ga maar gewoon, ga maar gewoon door. Hard. Oké, hun. Oh ja, de camera in de garage speest hem helemaal. Ja, omdat hij daar niet is. Misschien kan je hem nog net zien. Volgens mij... Nee, denk ik niet. Oh ja, hij is kruipen. Hij zit nog steeds bij de auto. Ja, daar gaat hij. Zag je hem lopen? Ja, ik zag hem. Hij zit gewoon nog steeds in de garage. Wat een incapabel ding. Wat zou ik even meenemen? Nou, we kunnen sowieso niks echt doen voor de objectives. Dus misschien nog gewoon even leuker wachten voor wat objectives. Ja, misschien is dat eigenlijk wel een goeie. Nee, niet objectives, ik bedoel voor interactions. En een ghost mode of zo. Activity bedoel je? Dus klaar met hun door. Nee, je ziet wel toch bij de foto's, dat er dan een foto is van interaction met 3 sterren. Dat zijn dan foto's zoals, zoals deuren die worden aangeraakt, dingen die op de grond gegooid worden. Dus gewoon dat soort dingen foto's maken. Maar hoe kan je van een beweging een foto maken? Van een beweging? Nou, ik bedoel, hij duwt hem toch op de grond. Richard, hij is al klaar hoor. Ja, maar... ik was weer op mijn telefoon bezig. Werd je weer gebeld door het uitzendbureau? Nee, mijn ontslag is goedgekeurd, hè? Is dat zo? Ja. Nou, gefeliciteerd. Ik ben officieel ontslagen. Gefeliciteerd. Ik zou wel even wat sanity pills nemen als ik jou was. Ja, dat is goed. Ja, 0%. 0% sanity. Ja, dat is wel... Zo, 59. Doe eens even rustig, man. Nou, als jullie even een ghost event gaan doen. Maar het is niet alsof we zo hard zijn plat een ghost event kunnen aanzetten. Dat is wel eigenlijk heel verdrietig dat dat niet kan. Ja, dat kan ik wel. 74% doet hij altijd een ghost event. Die auto mag wel uit hoor. Heeft hij dit kopje op de grond gegooid? Zo, nou, die staat uit volgens mij. Ja. Waar is die IMF? In het IMF laadje. IMF. Er ligt er hier eentje. Waar is hier? In de bus. Op het bureautje. Wow. Naast de computer. Kom maar even ophalen. Boe. Vet leuk, boe. Ja, wat goed. Yo. Waar is je spirit blocks? Where are you? You now. Wat een agressie. Er kruipt iemand langs de motion sensor. Oh, de spirit blocks wisten we al natuurlijk. How are you? Where are you? Jezus. Als hij gaat schreeuwen wordt hij nog maar agressiever, hè? Wabbel. Angry. Ik zat heel even te denken om de rave te angry. Gaan. Ik zat bijna te denken om de rave te gaan loopen, maar hij is niet heel erg slim.
Nee, want dit ding kan best wel door muren heen lopen. Ja. Dat is eng. Weet je wat een goed idee is? Als je met je, ja, met je gat in zo'n kluisje gaat zitten, wacht tot dat een ghost event doet. Zo. En gewoon deze koek zo slider. Maar ik weet niet... deze zijn letterlijk in de ghost room. We gaan het gewoon in werking stellen. Dit is gewoon een heel goed idee van mij. Okay. Mama! Oh, er is niks aan de hand. Is het een event of niet? Ja. Dan zijn we... Dan kunnen we eindelijk weg. We zijn klaar! We hebben hem! We hebben hem! Iedereen naar de bus! Wat een blijdschap. Ja, ja, eindelijk verlost. Dan kunnen we even Ghostbuster eindelijk bellen. Eindelijk een keer niemand dood. Hup. Deurtjes dicht. Als het een mimic is. Tutu. Als het een mimic is, dan zijn we failliet. Zijn we echt failliet dan? Dan verwijder ik de game. Loading game. Verwijder je het spel dan zelfs? Het was nou, een... Ik, voor het eerst dat ik meer dan 20 euro verdien in dit spel. Ja, je bent een keer niet dood gegaan. Dat helpt mij, oh, ja. Dan heb je waarschijnlijk één foto gemaakt en dood gegaan. En misschien de bonen opgepakt of zo. Of verzekering. Nou, ja, dit was het dan weer voor deze video. Abonneer zeker en dan hoop ik jullie snel weer terug te zien bij de volgende video van Phasmophobia.